moest worden om mee te gaan naar het WK van 1978 in Argentinië. Dat lukte niet, u weet het. En de schuld daarvan wordt meestal gegeven aan zijn vrouw Dani. Voormalig medespeler, assistentcoach en vriend Carlos Retschak doet dat nu ook weer in zijn pas verschenen boek Nu praat ik. Dat is Cruijff in het verkeerde keelgat geschoten. En hij nam het voor de Catalaanse radio op voor zijn vrouw. Mijn mujer siempre tiene la culpa que no he ido a Irlanda. A 78 al mundial. Para mí iba perfecto, ¿no? Cada culpa era para ella, pero hay un momento que hay que pararlo. Y Charlie debe saber que he tenido bastantes problemas al final de mi época como jugador aquí. Volgens Cruijff was het niet meegaan naar Argentinië niet te wijten aan zijn vrouw, maar meer aan het feit dat hij zichzelf niet lekker voelde, niet lekker in zijn vel zat. De gewapende overval het jaar ervoor in 77 was daar mede de oorzaak van. No sé si sabe que en este momento venía alguien con un rifle sobre mi cabeza, estaba atado y no sé qué. Los niños ahí en el piso. En Barcelona. En Barcelona. Mi mujer atado. Hay momentos que hay otros valores en la vida.